Welkom op deze dinsdagavond. Het is lente en de lente staat voor een nieuw begin en vanavond hebben we ook een nieuw begin. Het is de 11e yogales, 2-1, dus een nieuw begin met nieuwe houdingen en nieuwe uitdagingen. Gaan we eerst zitten in aandacht en je kan ervoor zitten om in de kleermakerszit te gaan zitten. Je kan in de lang zit gaan zitten. Wil je op een nieuwe manier gaan zitten, een nieuwe uitdaging, dan kan je ook in de houtblokhouding gaan zitten. Daarmee zorg je ervoor dat je knie in het verlengde komt met je enkel. En vervolgens leg je je andere enkel op je knie. En dan is dat een één rechte lijn. Probeer je beide zitbotten op de mat te hebben. Vervolgens leg je je handen op je knieën neer. Maak je van je handen een mudra. Voel even of je goed stevig zit. Je navels naar binnen. Je borst op. Schouders laag. Je nek lang. En je kin iets in. Het kan fijn zijn om je ogen dicht te doen of je kijkt schuin naar beneden. Adem je in door je neus en weer uit door je mond. Breng even aandacht naar al je zintuigen, naar je ogen, voel hoe je ogen dicht zijn, naar je oren, naar je neus, je mond. Breng vervolgens aandacht naar je romp, je armen. Voel hoe je handen op je knieën liggen. Breng aandacht aan je benen, je voeten en je tenen. Van top tot teen heb je nu aandacht geschonken aan je lichaam. Adem in en weer uit. Krachtig in. De ademhaling krachtig uit. Zet je keel maar open. Dan is het net alsof je condens maakt op een spiegeltje. In en weer uit. Nog één keer. En weer uit. Adem je rustig op je eigen manier. Je ogen open doen, kijk je schuin naar beneden. Mag je benen naar voren leggen. Schud even je benen los. Haal je vervolgens je linkerbeen naar je toe. Leg je je knie in je elleboog. Je leunt met je scheenbeen op je hand. Met je andere hand pak je voetbeet. En vervolgens wieg je eventjes dit been heen en weer. Deze opwarmen noemen we babywiegen. Heel rustig aan. Hier maak je je heupen en je bekken los. Hou je schouders goed laag en probeer rechtop te blijven zitten. Mag je voet weer neerzetten, duw van je af. Schud even los. Ga naar de andere kant. Doe je weer je knie in je elleboog. Leun je erop. Pak je voetbeet. En wieg je de andere kant even op. Ook nu probeer goed rechtop te zitten. Rustig aan. Laat je benen weer naar voren in de lang zit.
Haal onze tenen naar je toe. En duw ze maar van je af. Haal je tenen naar je toe. En duw ze van je af. Adem in. En van je af. Adem uit. Laatste keer. Mag je vervolgens je benen wijd maken. Spreid je benen maar. Borst op, schouders laag. Strengel je je vingers in elkaar. En gaan we even net doen alsof we in een hele grote ton rond de pan aan het roeren zijn. Gaan we eerst naar het ene been. Komen we helemaal naar voren. En weer naar achteren. Doen we 3 keer. En vervolgens draaien we de andere kant op. Goed naar voren. En weer naar het midden. Mag je even schudden. Mag je je voetzolen en je voeten naar je toe halen. Kijk je naar je voetzolen. Je knieën vallen naar buiten toe. Leg je handen op je voeten neer. Duw je borst op, schouders laag. Mag je eventjes rustig aan je knieën heen en weer bewegen. Van boven naar beneden. Vlinderen heet dit ook wel. Mag je vervolgens in de kleermaker zit komen. Dan gaan we de zijstretch doen. Mag je armen naast je lichaam neerleggen. Adem in, neem je linkerarm weer omhoog. En op de uitademhaling strek je je arm. En daarmee stretch je je flanken. Weer terug. Adem in. Adem uit. En weer terug. Adem in. En weer uit. Je handen voor je borst doen in namaste. Gaan we naar de volgende warming up. Adem in, neem je armen weer omhoog. Je oren zitten tussen je armen. Adem uit, neem je, maak een grote boog met je armen, zodat je armen en je handen parallel komen met je schouders. Vervolgens gaan we onze handen draaien, zodat onze polsen goed warm worden. En los. De andere kant op. Heel goed. Rustig tempo. Laatste keer. Weer stil. Adem in. Neem je armen mee omhoog. Schouders laag. Adem uit. Neem je handen mee naar beneden. Mag je handen op je knieën neerleggen. Weer een actieve zithouding. Ga onze schouders even roteren. Eerst naar achteren en omhoog. Nog 1 keer. Vervolgens draaien we de andere kant op. Goed. Roteren naar achteren, omhoog, naar voren. Mag je handen weer naast je lichaam neerleggen en dan mag je je romp gaan draaien. Draaien we onze hele lichaam, neem onze armen mee, kijk eventueel over je schouder en vervolgens draaien we weer de andere kant op. Weer terug,
En eventueel kan je ook je ademhaling eraan koppelen. Adem je in. Draaien. Adem vast. En adem uit. En adem uit. Adem in. En adem uit, weer naar het midden. Leg je handen weer op je knieën neer. Borst op, schouders laag, lichte holling in je rug. Voel de zitpotjes, je billen op de vloer. Mag je ogen even dicht doen. Adem in. Doe je kin naar de borst. Schouders goed laag. Doe je hoofd weer recht. Vervolgens doe je hoofd naar achteren. Schouders laag. Adem in, doe je hoofd weer recht. Vervolgens doe je oor richting je schouder. Adem in, je hoofd recht. Vervolgens je andere oor naar je andere schouder. Weer naar het midden. Mag je eens weer naar voren doen. En dan roteren we even heel voorzichtig onze nek. Totdat we in het midden zijn, dan draaien we de andere kant rustig op. Eigen tempo. Moet wel goed voelen. Op een inademhaling doe je je hoofd weer recht. Mag je ogen open doen. En dan mag je komen staan en dan gaan we de maangroet doen. De maangroet is een reeks houdingen die ervoor zorgt dat je daarmee straks ook lekker en goed kan slapen. Kom maar staan voor de maangroet. En dan mag je in het midden van je matje komen staan. Je handen voor je borst en namaste. Zet je voeten een klein stukje uit elkaar. Voel even hoe het is om goed rechtop te staan. Mag je een handen in namaste voor je borst doen. Adem in. Neem je armen mee omhoog. Oren tussen je armen. En vervolgens buig je rustig naar rechts. Vervolgens naar links. Weer naar het midden. En stap je uit met links. Je draait iets je voeten met je tenen iets naar buiten, je hakken iets naar binnen. Dan gaan we naar de godinnenhouding. Dan ga je door je knieën. Heel goed. Navel in, schouders laag. Adem krachtig in en uit. Gaan we naar de 5-pointed star. Strek je je benen op. Volg maak je armen recht, horizontaal. Met je schouders. Kom je polsen draaien met je handen omhoog. De 5-pointed star is een houding waarmee je alles wat op je hart ligt los kan laten. Vervolgens maak je armen recht. Draai je je voet. Ga je met je linkerarm naar je linkerbeen. Naar de Trikonasana. Plaats je je hand op je been, als dat mogelijk is. Kijk even of dat onder je knie is, je scheenbeen, je enkel. Kies je eigen positie. Je merkt ook dat je een arm omhoog hebt staan. Voelt dat niet goed, dan leg je die arm op je bil neer. Eventueel kan je ook nog proberen via je schouder je arm richting het plafond te kijken.
Vervolgens neem je je arm mee, die omhoog staat richting je voet. En gaan we naar de piramidehouding. Je draait je voet ook. Beide voeten staan nu recht naar voren. Je handen staan aan beide kanten van je voet. En je hoofd, je rond, komt richting je knie. De piramide. Schouders laag, hoofd ontspannen naar beneden. Dan buig je je voorste knie en je achterste knie. Kom je omhoog naar de lage lunge. Leun je even op je knie. Mag je handen voor je borst doen. In gebedshouding. Namaste. Adem in, neem je arm weer omhoog. Adem uit, kom je achterover. Lage lunge. Uitademen, neem je handen mee naar beneden. Plaats ze bij je knie die op de grond staat. Dan draai je de knie naar achteren. En vervolgens kom je op je voet. En gaan we de zijwaartse plank doen. Kom omhoog. Plaats je andere voet erbij. Gaan we naar de hurkhouding. Je ziet dat ik mijn voeten schuin heb staan. Hakken naar binnen, tenen van je af. Je billen zakken tussen je knieën in. Je probeert je handen in. Namaste. Doe je borst op, schouders laag. Probeer je voeten plat op de mat te hebben. Kijk of dat lukt. Vervolgens plaats je je rechterbeen opzij naar de zijwaartse houding. Je voeten als een soort kapstokjes. Vervolgens kom je omhoog. De lage lunge, draai je been, leun weer op je knie, schouders laag, handen voor je borst, adem in, neem je arm mee omhoog, oren tussen je armen, adem uit naar achteren. Uit, neem je handen mee naar beneden. Gaan we naar de piramidehouding. Maak je achterste been gestrekt en je voorste been ook. Beide handen naast je voeten, hoofd voorover, schouders laag. Draai je achterste voet, dat je parallel komt te staan met de mat. Voorste been recht. Leg je hand onder je knie, je scheenbeen, je enkel of je voet. En je neemt je linkerarm mee omhoog naar de Trikonasana. Op een inademhaling kom je omhoog. Five pointed star, zet je voeten recht, je benen recht, draai je polsen, ja, vingers richting het plafond. Adem in, buig je ellebogen, gaan we naar de godinnenhouding. Adem uit. Zak je door je knie heen. Schouders laag.
Hou de bladen naar elkaar toe. En hoe laag je zakt, hoe pittiger het is. Op een inademhaling kom je omhoog, maak je benen recht. Plaats ze weer dicht bij elkaar. Armen recht. Doe je armen eerst naar links. Dan weer naar rechts. Dan naar het midden, handen op elkaar. Op de uitademing neem je handen mee naar beneden. De maangroet. We zijn bijna bij de volle maan, dus het is wel mooi dat we deze houding hebben gedaan. Deze oefenreeks zorgt ervoor dat je vannacht waarschijnlijk goed kan slapen. Je voelt in ieder geval je slaap. En dan mag je komen liggen. Heb je een handdoek in de buurt? Dat kan prettig zijn, of een dekentje. Kijk maar even wat prettig is. Vervolgens maak je er een soort dynabed van. Leg die naast je neer. En dan vervolgens kom je liggen. In de rug lig. Benen lang. Klein stukje uit elkaar. Haal je linkerbeen naar je toe, je linkerknie. En vervolgens pak je je handdoek of je deken. Plaats je onder je voet. En op een uitademhaling strek je je been. En duw van je af. Hou je schouderbladen op de mat. Je billen. Je rug. De liggende grote teenhouding. Strek je been. Nog één ademhaling. En op de uitademhaling buig je been. Pak je handdoek. En leg je hem weer ontspannen op de mat. Schud even los. Voel even het verschil tussen beide kanten. Vervolgens buig je je andere knie. Haal hem naar je toe. Plaats je handdoek of je dekentje onder je voet. Adem in. Adem uit. Strek je been op. Adem in, haal je been naar je toe en op de uitademhaling duw je van je af. Schud even los, ontspan even, voel even na. Gaan we naar de volgende nieuwe oefening en die heet de enkele windveedrijver en die zorgt ervoor dat je buikgebied, je windgebied, je darmen een goede doorstroming krijgen, vandaar deze naam. Dus daarom is het ook fijn dat je deze oefening lekker thuis kan doen. Dus laat de wind er goed doorheen gaan. Mag je je linkerbeen naar je toe halen.
Volg door je handen in je knieholte, je vingers strengel je in elkaar. Probeer je schouderbladen op de mat te hebben liggen, je nek lang. En dan haal je je knie steeds iets verder naar je toe, richting je buik. Drie tot vijf ademhalingen. Laat je ontspannen los. Armen naast je lichaam. Mag je je been even opstrekken richting het plafond. En op een uitademhaling laat je langzaam je been zakken. Schud even los. Kant. Je knie naar je toe, vingers strengel je in elkaar in je knieholte. Haal je andere knie richting je buik. Laatste ademhaling. Laat je je handen los. Leg ze naast je lichaam neer. Met je handpalmen naar boven. Strek je je been omhoog. En op een uitademhaling. Laat je hem langzaam zakken. Los. Vervolgens haal je je linkerknie naar je toe. Pak je knieholte weer vast. En kom je tot zit. Gaan we naar de volgende houding. De zittende hoek. Probeer je benen zo gespreid mogelijk neer te zetten. Mag je handen voor je borst doen. Probeer goed rechtop te zitten. Adem in, neem je arm weer omhoog. Adem uit, kom je zo recht mogelijk voorover. Vervolgens plaats je je handen op de vloer. En loop je steeds een stukje verder. Dat is een soort rechte hoek. Moet wel goed blijven voelen. Vervolgens ga je langzamerhand je handen richting je benen. Kom je langzamerhand tot zit. Maak je benen weer naar voren. Schud even los. Ontspan even. En dan gaan we naar de zittende draaihouding. Ook een nieuwe houding. Buig je knieën. Leg ze vervolgens naar links neer. En je zorgt ervoor dat je rechtervoet boven je linker enkel komt. Je armen leg je ontspannen naast je lichaam. En vervolgens draai je romp de andere kant op.
Dus je knieën liggen naar links en je draait jezelf naar rechts, schouders laag. Je mag ondersteunen. Je ene hand ligt tussen je knie en je heup en je andere hand ligt iets voorbij je andere heup. Vingers gespreid. Adem krachtig in en uit en probeer steeds iets verder te draaien. Hou je schouders goed laag. Als het mogelijk is, kijk je over je schouder heen. Vervolgens draai je rustig terug. Schud even los. Maak je benen even lang. Voel even na. Vervolgens buig je je knieën, haal ze weer naar je toe. Buig ze weer. Hetzelfde als net. Leg je onderste voet over je enkel heen. Dus eigenlijk kijk je naar je beide voetzolen. Schouders laag. Zet je handen neer. Dus je knie en je heup en je andere hand voorbij je heup, schouders laag. Adem in. En op de uitademing draai je jezelf met je romp. En eventueel kijk je over je schouder heen. Gebruik je ademhaling om steeds iets verder te draaien. Kom je op een uitademhaling weer terug naar het midden. En dan mag je in de kruiphouding komen. Maak je benen lang. Dan kom je langzaam hand in de buik leg. Plaats je vingers gespreid bij je heupen. Je voeten liggen op je wreef. En je benen liggen op heupbreedte. Vervolgens op een inademhaling duw je jezelf omhoog in de omlaag kijkende hond. Adem in. En op de uitademhaling duw je jezelf omhoog. Schouderbladen naar elkaar toe. Laatste ademhaling. Buig je knieën. Kom je naar de rotshouding. Knieën bij elkaar. Mag je je billen op je voeten doen. Kom je voorover met je romp. En als je een matje hebt, kan je eventueel je matje even rondmaken. Omvouwen en anders leg je een dekentje eventjes opgevouwen voor je neer. Kies even wat prettig voelt. Vervolgens kom je met je voorhoofd op het dekentje of het omgevouwen matje. Leg je handen op je voeten neer. En gaan we de haashouding doen. In deze tijd van de lente, Pasen, zien we natuurlijk overal weer konijntjes en hazen. En het leuke met de yoga is dat er ook heel veel dierenhoudingen zijn. Deze nieuwe houding van de haas past natuurlijk als een mooie uitdaging ook in deze les. Mag je langzaam gaan met je billen omhoog komen. Laat je hoofd op de plek waar die is. Je probeert zo recht mogelijk te blijven. Steeds je billen iets verder omhoog. Houding van de haas.
laatste ademhaling. Ga je langzamerhand weer terug. In de rotshouding. Op je voorhoofd. Voel even na. Ontspan even. Natuurlijk mag je armen ook voor je uitleggen. En kom je langzamerhand tot staan. Als je op je dekje legt, leg je hem even opzij. Je matje leg je even recht. Vervolgens plaats je je rechtervoet en je linkervoet op de mat. Rustig aan. Maak je benen recht. En kom wervel voor wervel omhoog. Schud even los. En dan mag je achter op je matje komen staan voor de laatste houding. Mag je met rechts een grote stap naar voren te doen. Zo groot als mogelijk is. Je achterste voet staat parallel met de mat. Buig je knie, probeer je heupen recht te hebben. Handen voor je borst en namaste. Adem in, neem je armen mee omhoog. Adem uit, zak je omlaag en dan doe je je elleboog achter je knie. Vervolgens probeer je via je schouder en je andere elleboog de langste kijken omhoog. De Revolved Praying Lunge heet deze houding. Kom je langzaam terug weer naar het midden. En adem in. Strek je op. Adem uit. Kom je weer achter op je matje staan. Schud even los. Doe met links een grote stap naar voren. Achterste voet staat weer parallel met de mat. Rechts. Buig je knie. Adem in. Neem je armen mee omhoog. Adem uit. Ga je opzij. Richting je knie. Probeer je elleboog achter je knie te krijgen. Kijk je via je schouder, elleboog, richting het plafond. Adem krachtig in en uit. Een uitdagende houding. Laatste ademhaling. Inademhaling, kom je naar het midden. Strek je been. Adem uit. Plaats je benen in het midden. En schud even los. En dan mag je komen zitten. Op je mat. Eventueel doe je nu weer de houtblokhouding. Doe je andere been boven. Probeer je knieën weer in één rechte lijn te krijgen. En dan zijn we toe aan de pranayama. Gaan we ook een nieuwe ademhalingsoefening natuurlijk doen. Ik zal even goed kijken hoe die ook al heet. De Kapalabhati. Dat is een ademhaling die ervoor zorgt dat je ademhalingsstelsel goed gereinigd wordt. Het is een ademhaling met een soort pompbeweging. Dus als je ademt in en dan adem je uit. Een soort fietspompbeweging. Gaan we eerst even naar onze buik ademhalen, zodat we goed
onze buikspieren goed warm zijn en ontspannen. En dat ons middenrif geactiveerd wordt. En vervolgens gaan we met de Kapalabhati. En in het Nederlands, dat is wat makkelijker te onthouden natuurlijk, de glanzende schedel. Bijzondere naam. Adem je eerst even naar je buik, focus even op je ademhaling. En dan gaan we zo van start van de Kapalabhati. Eerst rustig aan starten. Eventueel maak je voor jezelf ook met je handen of je armen zo'n pompbeweging. Dat kan fijn zijn. Adem in. En adem uit. Rustig op onze eigen manier. En dan mag je je sokken aandoen. Misschien wil je nog even wat drinken. En pak je je dekentje. Kom je lekker liggen voor de eindontspanning. Belangrijk onderdeel om de les compleet te maken. Dus neem ook de tijd voor dit stukje voor jezelf. Even genieten van de ontspanning na de inspanning. Doe je ogen maar even dicht. Voel maar even wat alle houdingen. De pranayama, de Kapalabhati, met je lichaam gedaan heeft. En ook de ademhalingsoefening die we net geoefend hebben, is een hele goede om dat gewoon af en toe eens ook thuis te blijven doen voor het reinigen van je longen. Voor de power te activeren in je ademhaling. Om die kracht van je ademhaling te voelen. Voel even hoe je benen naar buiten liggen. Je voeten. Je handen ontspannen met je handpalmen naar boven. Hoe je billen ontspannen de mat raken. Je schouders ontspannen zijn. Voel de ontspanning in je hoofd. Bij je ogen. Bij je oren. Je mond, je tong ligt ontspannen in je mond en de kaken zijn een klein stukje van elkaar af. En geniet even na van alle uitdagingen die je in deze les bent aangegaan. En wees blij. Met elke nieuwe stap die je gezet hebt. Oefening baart kunst.
in de komende weken zal ik regelmatig een van deze oefeningen weer terug laten komen. Ontspan nog even, voel je lichaam nog even. Heel erg goed. Blijf in het nu. Bij je lichaam. En voel de ontspanning van top tot teen. Met je vingers en je tenen beginnen te wiebelen. Maak jezelf maar even helemaal lang. En vervolgens maak jezelf helemaal klein. Haal je knieën maar naar je toe. Leg je armen om je knieën heen. Strengel je vingers in elkaar. En wieg jezelf rustig van links naar rechts. Masseer even je rug. Hiermee activeer je ook je rug. Alle zenuwen die er doorheen lopen. Mag je je been strekken? Kom je tot zit. Even lekker ontspannen zitten. Voel even je billen op de mat. Rug recht, schouders laag. Mag je handen voor je borst doen in namaste. Adem in. Neem je armen mee omhoog. Adem uit, neem je handen mee naar beneden. Namaste. Dankjewel dat je mee hebt gedaan met deze les met uitdagingen. Ik hoop dat je hebt genoten. En ik hoop je ben benieuwd naar jullie reacties. Op wat voor manier ook kan je naar mij mailen, appen of via Messenger of gewoon via Facebook. Laat maar weten welke houding of welk onderdeel je van deze les heel erg fijn vond. En hoop ik je komende vrijdag weer te zien om 7 uur. Zie ik je dan.